twee weken geleden en is dat akkoord gekomen van PSV, van Brussel. Is dat een goed akkoord? Hè? Want ik denk dat dat dus de vraag is. Hè? Ik denk dat dat geen goed akkoord is. Ik denk dat dat een uitstekend akkoord is. Hè? Dus een akkoord is dat we eerlijk gezegd niet hadden durven dromen. Dus dat BHP-akkoord, en je voelt dat ook bij de N-VA, dat is een akkoord dat zij ook niet dachten dat dat nog kon afgesloten worden. De Franstaligen hebben de laatste jaren enorm veel op tafel gelegd voor BHP tot het kunnen splitsen. Vroeger zijn een ganse lijst. De federale kieskring, aanpassing van het taalstatuut en het taalregime in Brussel. Stemrecht geven aan de Franstaligen in de rand, dat die nog altijd met een Brusselse kiesbrief konden stemmen. Bevoegdheden geven in de Franse gemeenschap, van de Franse gemeenschap om Franstalige scholen, Franstalige bibliotheken te bouwen in de rand. Wij nu, als je dit akkoord ziet, er is absoluut geen federale kieskring. De Franstalige gemeenschap heeft dus geen enkele, maar ook geen enkele macht. Van, om scholen en bibliotheken in de Vlaamse land te bouwen. Het taalregime is in Brussel is niet aangepast. Zelfs de onzinbrief Peters is dus geen toegeving moeten gebeuren. Wat is er dus wel gebeurd? En dat is iets wat de N-VA ook altijd heeft gezegd van kijk, dat kunnen we niet houden. Dat in die zes faciliteiten gebeurt. In die zes. Dus niet in Dierbeek, niet in Zaventem, niet in Grimbeek, maar enkel in die zes Franstalige. Bijna, hè, met een grote meerderheid, moeten we toch ook zeggen, dus dat buiten Brussel die andere vijf faciliteiten, gemeente Brussel, die zit voor 70% als de Belgische Franstaligen wonen, in Chinese scholen is ook een familie, en Wimmel dat is 50-50, maar in die andere vier is dat eigenlijk 70-80% Franstaligen. Dus enkel in die zes faciliteiten, gemeente, daar kunnen de mensen kiezen om bij nationale verkiezingen de kiesbrief van de Brusselse lijsten. Een tweede zaak die is aangepast is dus dat dus, de voogdij van die gemeente, die is niet veranderd. Die voogdij die blijft uitsluitend bij de Vlaamse regering. En het zal de Vlaamse regering zijn die beslist of dat die burgemeester kan worden of niet. Wat er wel is veranderd is dat die mensen in de groep kunnen gaan. Vroeger was dat in beroep voor een Nederlandstalige kamer en dat is nu in de toekomst voor een tweetalige kamer. Dat zijn eigenlijk de twee zaken die zullen aangepast worden. De eerste zaak, daar maakt zich niemand eigenlijk zorgen over, omdat dat iets is wat al lang in een vorm van compromis was. Voor die zes faciliteiten, maar heel belangrijk, niet meer dan die zes en ook niet meer bevoegdheden geven aan de Franse gemeenschap in die zin. Dus dat zijn twee zaken die we echt goed bewaren.